Amsterdam in vogelvlucht. Uit de hemel kijkt de Amsterdammer laag neer op de dingen waar hij, als hij met beide benen op de grond staat, hoog tegenop heeft te zien. Het is een genoegen van een hoge zetel uit de stad te ontdekken en de vertrouwde contouren te herkennen. En die contouren veranderen nog steeds. Amsterdam is een stad in beweging. Nieuwe wijken worden gebouwd. Er komt meer verkeer. Lantaarns en trams worden geëlektrificeerd. De technologische ontwikkeling leidt tot veel vooruitgang. En dat betekent de opkomst van een nieuw medium. Hier is Hilversum de AVRO. Goedemorgen, dames en heren. Het gebruikelijke begin, 's morgens om 8 uur, is grammofoonmuziek. Radio is een revolutie voor de muziekindustrie. Net als de komst van de grammofoon. Wat in het concertgebouw ten gehore wordt gebracht, kan opeens ook op andere plekken worden beluisterd. Het zijn moderne tijden. En ook op muziekgebied wordt er volop geëxperimenteerd. Dirigent Mengelberg staat bekend om zijn vernieuwingsdrang. Many different sides of this man is very often recognized to be one of the main historical parallels to Mahler's interpretation, indeed, but not only Mahler. That's what I like, his open-mindedness. He was basically conducting composer of his time. He installed his mental open-mindedness to the orchestra in those years to play contemporary music. Er zijn altijd geweest muzici en muzikanten. De muzikanten deden het om den broden en waren dan ook vrij onverschillig voor de nieuwe werken. De muzici, die vonden het heerlijk om alle nieuwe muziek te mogen spelen. De vernieuwingsdrang van Mengelberg leidt ertoe dat hij graag buitenlandse componisten en dirigenten uitnodigt, zoals Igor Stravinsky. In 1925 komt hij naar Nederland om zijn eigen werk te dirigeren. En hij wordt een van de vele grote namen die in de jaren 20 te gast zijn in Amsterdam. Ook Richard Strauss, die hier aankomt in het Concertgebouw. Later volgen nog Sergei Prokofjev, Sergei Rachmaninov en Maurice Ravel, om maar een paar namen te noemen. Van de dirigenten herinner ik me heel sterk nog Abendroth. Abendroth was zo fantastisch goed dat hij nooit meer hier mocht komen. Ja, dat klinkt misschien een beetje onaardig tegenover Mengelberg, maar er zijn goden die geen andere goden op de Olympus dulden. Maar dat geldt niet voor iedereen. Igor Stravinsky blijft terugkomen naar Amsterdam. Er groeit een nauwe band met het Concertgebouw. Nog altijd is zijn werk veelvuldig te horen.